eigenaar van MedForce BV en werkzaam als senior adviseur en projectleider in onze klantopdrachten. En dat is met name GIS-implementaties bij grote infrabeheerders. En ik ben Thomas Schreuders, projectmedewerker Bodem en vooral GIS-specialist vandaag. Ik ben werkzaam bij Emma Poly Consultants en Engineers, de Bergen op Zoom, en ik ben in deze situatie de klant. Ik zal u iets gaan vertellen over de visie die MedForce heeft op de rol van de informatievoorziening in de asset lifecycle. Onze producten en diensten die wij in dat domein aanbieden en met name de click import. En de uitnuttingsmogelijkheden daarvan in de click data, in de bedrijfsprocessen, zoals we die voor Emma Poly hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarna zal Thomas de toepassingen die MedForce heeft geïmplementeerd toelichten en demonstreren. Hij doet dat voor de verschillende bedrijfsprocessen die binnen en buiten gebruik maken van de klikdata. En tot slot zal ik ingaan op de komende ontwikkelingen met betrekking tot klik en hoe wij als MedForce daarop willen inspelen. En daarna hoop ik dat er nog tijd is voor een discussie. Eerst nu de visie van MedForce op de rol van de informatievoorziening in de asset lifecycle. Al decennia lang registreren we onze assets met toenemende details in steeds meer geavanceerde informatiesystemen. De bedrijfsprocessen maken meer integraal gebruik van de data over deze assets. En dat gebeurt in de cyclische processen zoals die in de afbeelding zijn aangegeven. Nieuwe businessbehoeftes worden via de planning en de engineering vertaald naar een realisatie en een oplevering die uiteindelijk bestemd zijn voor het gebruik en beheer. MedForce heeft jarenlange ervaring met deze ontwikkelingen in de verschillende sectoren met grote infrabeheerders, nutsbedrijven, telecom, transport via rails, over water, door de lucht, de industrie en de overheid. We zien dat er nog veel gewonnen kan worden in de kwaliteit en de efficiëntie van de informatieoverdracht tussen de assetbeheerder en de projecten en vice versa. Van de bestaande situatie voor engineering en realisatiefase en omgekeerd ook van de opgeleverde nieuwe situaties voor de bedrijfsvoering en de onderhoudsfase. MedForce adviseert daarin en we voeren regie over IT- en dataprojecten. We realiseren oplossingen en ontzorgen in datakwaliteitsverbeteringen. Wij zijn specialist in Geo-IT en sinds 2019 zijn we Esri Silver Partner. We groeien vanuit de huidige sterkte de komende jaren door tot 25 à 40 medewerkers, experts die betrokken zijn op onze assetkennis en die dat inzetten voor de opdrachtgevers bij de grote infrabeheerders. Met de standaardisatie van de objectmodellen en uitwisselingsformaten van onze assets en passende tooling zijn we in staat om een slag te slaan in de kwaliteit en efficiëntieverbetering van de uitwisseling. Voor kabel- en leidingbranche zijn we hierin een eind op weg met onder andere de Nederlandse CAT-standaard, NLCS en met de IMKL zoals die in ClickWin wordt gebruikt. Voor beide standaards heeft MedForce een uitwisselingstool in de ArcGIS-omgeving ontwikkeld. 2 jaar geleden hebben we NLCS X-import geïntroduceerd, waarmee data tussen AutoCAD en ArcGIS kan worden uitgewisseld met wat wasworkfunctionaliteit, zodat wijzigingen in beide systemen gesynchroniseerd kunnen worden. Vorig jaar, op de ESRIGIS-conferentie, hebben we het Click-Import-tool geïntroduceerd. Dat is inmiddels bij 16 klanten geïmplementeerd, waaronder de landelijke beheerder van het spoor, van de hoogspanning en waterbedrijven en enkele engineering- en aannemersbedrijven, waaronder MH Poly. En daar zullen we in deze presentatie straks verder op ingaan.
Naast de toen geïntroduceerde klik-versie import hebben we bij Emma Poly ook een ArcGIS Field Maps app geconfigureerd om klikdata in het terrein te kunnen gebruiken. Daarnaast heeft NetForce een demo-pilot gedaan waarin klikdata wordt verrijkt tot 3D-data. En daarmee worden de analyses uitgevoerd om de clashes te detecteren waarmee graafschaderisico's en liggingskosten kunnen worden berekend. Vanaf 1 april dit jaar stelt de Wibon verplicht om de klikdata, de klikinfo, digitaal beschikbaar te hebben op de graaflocatie. MH Poly gebruikt de NetForce Click Import Tool om deze data in ArcGIS Online omgeving beschikbaar te krijgen voor de werkvoorbereiding van de boorplannen. We hebben als NetForce voor MH Poly ook een ArcGIS Field Map applicatie ontwikkeld, waarmee deze data eigenlijk onmiddellijk in het veld, buiten in het terrein, gebruikt kan worden. Het configureren van die ArcGIS Field Maps workflow is eigenlijk heel eenvoudig. Er kan op basis van de feature layer die in ArcGIS Online beschikbaar is gesteld, kan de Field Maps app worden geconfigureerd samen met de andere feature layers. En dan krijgen we die data eenvoudig buiten beschikbaar. Naast deze data is er ook een workflow beschikbaar gesteld, ontwikkeld voor de melding van de afwijkende situaties. En dat is ook een verplichting die de Wibon heeft ingesteld vorig jaar. En dat is ook een vrij eenvoudige configuratie waarbij de melding wordt gedefinieerd in een feature layer en vervolgens wat attribuut- en liggingsfunctionaliteit bijgeconfigureerd kan worden. En daarmee kan dan in het veld de afwijkende ligging worden, afwijkende situatie worden geregistreerd en vervolgens kan die op kantoor door de collega worden verwerkt om te melden aan de netbeheerder of de gemeente in casu. En nu zal Thomas verder gaan met de toepassingen zoals die bij MH Poly in gebruik zijn. Bedankt Theo, daar gaan we inderdaad over nu naar de klantzijde. Zoals in de introductie al gezegd ben ik werkzaam bij MH Poly Consultants and Engineers. En wat wij zoal doen, het loopt in principe heel erg uiteen. We doen wat we leuk vinden. Zo ontwerpen we sluizen, ontwerpen we bruggen, engineeren we tankparken en voeren waterbodemonderzoek uit op grote rivieren. Dat laatste is wat ik doe bij mijn adviesgroep Milieu en Ruimte. Zo zijn er nog 2 andere adviesgroepen en samen vormen wij MH Poly. Deze bedrijfsstructuur is een bedrijfsstructuur die je niet heel vaak ziet. Waarom ben ik hier en wat is onze relatie met NetForce? Het komt er in principe op neer dat ik eind vorig jaar en begin dit jaar op zoek was naar een goede klikoplossing om te voldoen aan de eisen die sinds 1 april gelden. Daarnaast kwam erbij kijken dat ArcGIS en de ArcGIS producten goed pasten bij onze workflow die wij buiten in het veld gebruiken. Daarover later meer. Vandaar was het eigenlijk een win-win situatie om samen met NetForce in zee te stappen om de klikmeldingen via ArcGIS Pro in het veld te krijgen. De start van deze implementatie van ArcGIS Pro en ook de kabels en leidingen gestart bij mijn adviesgroep en zal later uitbreiden naar de andere adviesgroepen binnen MH Poly. We werken dus binnen MH Poly en zeker binnen mijn adviesgroep van A tot Z, zoals de titel van de volgende slide ook zou zeggen. Van A tot Z betekent dat we starten in de voorbereidingsfase. In de voorbereidingsfase is het heel erg belangrijk om met een goede voorbereiding uit te voeren om naar het veld te gaan, om een succesvol bodemonderzoek uit te voeren waar de klant echt iets aan heeft. Veelal betekent dit het opstellen van boorplannen die ook werkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daar volgt de uitvoeringsfase, het werkelijke uitvoeren van het bodemonderzoek. Met de koppeling van de geo-informatie, zoals onder andere de ligging van kabels en leidingen, maar ook een hele hoop andere informatie binnen het ArcGIS-platform, de ArcGIS-producten, kunnen we met de FieldMaps-app van ESRI Nederland kunnen we zorgen dat de buitendienst beschikt over alle data die ze nodig hebben, waaronder bijvoorbeeld de ligging van kabels en leidingen,
En hiermee kan een bodemonderzoek uitgevoerd worden zonder dat dat risico's oplevert voor de opdrachtgever. Dan komen we in de rapportagefase. Het doel is hier om met ArcGIS en de producten die eruit komen rollen, van webmaps tot webapps, een informatieproduct te verschaffen aan de opdrachtgever waar de opdrachtgever echt iets aan heeft. Hier is de geo-informatie, zoals kabels en leidingen, dan weer aangekoppeld. Wat doen we zoal als we een bodemonderzoek uitvoeren? We beginnen met bemonsteren, dan gaan we nog meer bemonsteren. En hiermee zorgen we ervoor dat de opdrachtgever, veelal aannemers, hun werkzaamheden kunnen doen op de bodem van rivieren. Veelal is dit onderhoudsbaggerwerk of bijvoorbeeld aanleg van gele nieuwe kades. Nu hebben we genoeg gepraat over Emma Poly en wat wij doen, maar nu gaan we echt hands-on met ArcGIS Pro en de klik import. Dan zijn we nu in ArcGIS Pro aanbeland, waar de klikmelding ingeladen kunnen worden. We zien hier het gebied rondom de Hollandse IJssel, ten noordoosten van Nieuwekerk aan de IJssel. Als we een klikmelding nodig hebben, als we die in het veld willen importeren en gebruiken, hebben we de klik import add-on nodig. Die is hier zichtbaar in de ribben hierboven. We zien hier functies importeren, bulk import en het deleten van klikmeldingen. Om deze functie goed te kunnen gebruiken, moeten we de feature layer, waar Theo het eerder over had, toevoegen aan onze kaart. Dat heb ik zojuist al hier links gedaan. Nu kunnen we gaan importeren. Omwille van de tijd zal ik dat niet importeren, want ik heb de klikmeldingen zojuist al ingeladen. Als ik de laag aanzet, zien we de klikmeldingen verschijnen. Hier zien we de klikmelding afgebeeld in roze. In paars zien we de ijsvoorzorgsmaatregel. Daar mogen wij geen boringen zetten in de waterbodem. En we zien de kabels en leidingen liggen. Nu hebben we alle informatie die we nodig hebben, zien we hier in het ArcGIS Pro platform. Het doel is natuurlijk om dit in de Field Maps app te krijgen. Daar gaan we nu heen. Dat is de volgende demo. We gaan nu de klikdemo en de feature layer zoals Theo omschreef openen in de Field Maps. We zien hier de gebiedsinformatieaanvraag ook weer afgebeeld in het roze. We scrollen nu naar de gebiedsinformatieaanvraag toe, zoals te zien in de Kop van Zuid in Rotterdam. We zien een aantal details over de gebiedsinformatieaanvraag links in beeld. Als we inzoomen zien we de kabels en leidingen verschijnen. De verschillende kleuren geven de verschillende kabels en leidingen aan, gegroepeerd op basis van de groepen. De groepen zien we nu links in beeld verschijnen. Deze zijn te configureren door NetForce op basis van de wensen die de klant heeft. Ook deze lagen zijn los, individueel aan en uit te zetten, mocht je last hebben van deze kabels en leiding in je beeld als je aan het werk bent. Of ze zijn per groep zelfs aan en uit te zetten. Hiermee kan gespeeld worden zo nodig is als voor je werkzaamheden. Als je in het veld zou staan, zou je ook aan je GPS-locatie aan hebben staan, zou je jezelf ook zien nabij deze kabels en leidingen. Dit is handig om te weten als je in de ondergrond gaat werken, dat je niet per ongeluk met je werkapparaat in de kabel of leiding komt. Dat is natuurlijk een van de vereisten van deze klikmeldingen. Je ziet als we uitzoomen dat relatief snel de lagen zich bewegen en de kabels en leidingen zichtbaar worden. Ook als we ver uitzoomen naar twee klikmeldingen die heel ver uit elkaar liggen in Nederland, zien we dat zichtbaar is waar deze plaatsvinden en dat de kabels en leidingen nog steeds zichtbaar zijn. We openen nu een andere klikmelding. Maar waar nog steeds wel dezelfde klikmelding. We openen een andere kaartlaag waar nog steeds wel de klikmelding van Rotterdam in zit. We zien hier in principe hetzelfde. De feature layer is namelijk verspreidbaar over verschillende webmaps of fieldmaps kaarten. Ook hier zien we dezelfde groeplagen weer terugkomen, die zijn namelijk gekoppeld aan de feature layer. Als we ze nu allemaal uitzetten, zien we dat alleen het roze vlak overblijft, zoals we ook bij ArcGIS Pro zagen. En ze kunnen ook weer teruggaan. Nu hebben we de gebiedsinformatieaanvraag geselecteerd. Wat nu belangrijk is, dat we de bijlagen die erbij zitten, zoals vereist is door de wetgeving, kunnen openen. Werkelijk op het apparaat kunnen we hier de bijlagen zien die erbij zitten. Die kunnen we ook weer sluiten en terug opzoeken indien we die nodig hebben. Ook de bijlagen voor de ijsvoorzorgsmaatregelen zijn hierin zichtbaar. Nu zoals Theo over sprak is het ook mogelijk om je kabels en leidingen in de kaart aan te geven dat er mogelijke afwijking is op basis van de klikmelding die je hebt ontvangen.
Zoals we hier zien tekenen we een nieuwe kabelleidinglocatie in, een nieuw object. Dit object kunnen we allerlei nieuwe informatie toekennen, zoals bijvoorbeeld een omschrijving van wat er is gebeurd, wat er is aangetroffen in het veld. We kunnen afbeeldingen toevoegen uit je fotobibliotheek. We kunnen zelf met de camera foto's toevoegen. Deze informatie wordt, zoals Theo heeft uitgelegd, weer teruggeleverd naar ArcGIS Pro, zodat deze verder kunnen, zodat de mensen op kantoor verder kunnen met deze informatie bij de netbeheerder. De aanpassing of de wijziging is nu verzonden naar de feature layer en deze kan dus weer inderdaad, zoals ik zei, op kantoor gebruikt worden. Dit was de demo van de herplaatsing van de kabels of leidingen. Als daar meer interesse in is of meer informatie nodig is, verwijs ik graag door naar NetForce. Samenvatten kunnen we veel met de informatie die in de FieldMap app wordt weergegeven en met de data die we uit ArcGIS Pro halen. Ik schakel nu terug naar de presentatie. Ik geef nu graag weer het woord aan Theo betreffende ontwikkelingen die in de nabije tijd zich voort zullen doen rondom Click en Click Import en producten van NetForce. Ja, dankjewel Thomas. Het agentschap Telecom houdt allerlei kentallen bij over het machinaal graven in Nederland. Hoeveel meldingen worden er gedaan, het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd, graafschades enzovoort. Op een werkdag als vandaag, zoals wij hier bij elkaar zijn, werden vorig jaar graafschades veroorzaakt die tot €150.000 aan herstelkosten tot gevolg hadden. In heel 2020 was dat dus €38 miljoen aan graafschades, aan herstelkosten voor graafschades. En dat terwijl de sector en de overheid de afgelopen jaren wet en regelgeving heeft aangescherpt, richtlijnen heeft uitgevaardigd om het aantal graafschades in werkvoorbereiding tot en met de uitvoering terug te dringen. Er is dus nog wel wat te verbeteren. En de juiste kabel- en leidinginformatie, denken wij, op de werkplek kan daarin een belangrijke rol spelen. NetForce wil daarin met Click Import en aanvullende ArcGIS-informatieproducten ondersteunen. Ter verbetering van de klikinfo wordt de standaard IMKL 2 uitgebracht. En dat is een uitbreiding met verplichte presentatiedefinities. En er zitten nog een aantal andere zaken in die helpen om de graafschades te beperken. En die worden het komend half jaar geïmplementeerd door het kadaster en ook in de sector bij de netbeheerders en de grondroerders. En NetForce zal in de komende versie van Click Import dan ook aansluiten bij die uitbreidingen. En die komen dan dus beschikbaar voor al onze klanten. Daarnaast wordt de bulk import van meerdere klikinformatieleveringen ondersteund. En zullen we onder andere ook het filteren en het ordenen van de lagen, zoals Thomas die net liet zien, verder uitbreiden, zodat je daar nog wat meer flexibiliteit in hebt naar netvlakken of naar netbeheerders in te stellen. Click Import is direct bruikbaar in verschillende ArcGIS-omgevingen. En zo ook in ArcGIS UNM, specifiek voor netbeheerders gemaakt. NetForce gaat ook de NLCS XN Import geschikt maken, zodat we die in ArcGIS UNM datamodel kunnen inlezen. En hiermee kan dan ook de waswoord uitgewisseld worden tussen ArcGIS UNM bij de netbeheerder en AutoCAD bij de engineers. Daarnaast onderzoeken we ook mogelijkheden om de NLCS aan te vullen met meer technische data van de assets. Daarover en over andere ontwikkelingen meer in onze online beursstand. Ja, dan komen we tot de afsluiting. We hebben gehoord over de ArcGIS-omgeving, hoe we daar geïntegreerd kunnen omgaan met NetForce, Click Import. En we hebben gezien, ook in de demo van Thomas, dat we de integratie van de kabel- en leidinginformatie in de graafketen mogelijk maken voor iedereen die een ArcGIS-omgeving beschikbaar heeft. En daarnaast heeft Thomas laten zien dat hij kwaliteit en efficiëntie van de samenwerking kan verbeteren, vanaf de werkvoorbereiding
tot en met de uitvoeringsfase en het veldwerk, tot aan de rapportages over onderzoeken die er gedaan worden via de GIS-informatieproducten zoals die in ArcGIS beschikbaar zijn. Dank jullie wel voor jullie aandacht, mede namens Thomas.